Frans Heijman, coördinator van de Buurtacademie. Vandaag is er een project van start gegaan met iets met taal. Vertel eens, wat is het? Ja, het is een project waarbij we gaan proberen om mensen die in Doesburg te weinig vaardigheid hebben met Nederlandse taal. Op allerlei terreinen, of ze in hun werk wel of niet uit de voeten kunnen, of dat ze sociale contacten kunnen houden, om die mensen verder te brengen in hun ontwikkeling. We gaan daarbij heel veel vrijwilligers inzetten, want onze methode die we inzetten is gebaseerd op één-op-één begeleiding. Ja, ik hoorde iets van een maatje of zo, hoe zit dat? Ja, dan gaat het om taalmaatjes, inzet van taalmaatjes, koppels vormen. Eén iemand die als vrijwilliger die mensen gaat begeleiden in de dagelijkse praktijk van hun leven om de Nederlandse taal beter te leren. En wat moet ik daaraan denken? Gewoon praktische zaken, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen of brieven schrijven, boeken lezen? Ja, alles wat in het leven van die persoon voorkomt, waar hij of zij niet goed mee overweg kan, om dat gewoon als voorbeeld te pakken. Nee, je zegt het verkeerd, je schrijft het verkeerd, nee, dit kun je ook op twee manieren uitleggen, et cetera. Ja. Zonder dat op een belerende manier te doen, zogezegd. Klopt, ja. Ja, de mensen moeten het ook leuk vinden. Hè. Vandaar, het gaat er echt om het dagelijks leven. En als ze een kopje koffie drinken en ze praten over het weer, dan is dat ook al oefenmateriaal. Ja. Jullie hebben een oproep gedaan voor een aantal vrijwilligers. En jullie hebben ook een heleboel vrijwilligers gekregen, heb ik begrepen. Ja, in anderhalve week tijd zijn er 17 mensen die zich aangemeld hebben. De meeste uit Doesburg, maar ook uit omliggende plaats. Die zeggen, goh, ik vind het zo'n leuk idee. Ik wil een taalmaatje zijn of een cursusachtige iets mee gaan doen. Of met voorlezen thuis, want dat gaan we ook doen. Hey, en ik heb begrepen dat het een project is voor een jaar, wat een soort pilot. Daarna is het eventueel bij succes iets wat voorgaat, of niet? Ja, het is niet echt een pilot, maar er is een subsidie toegekend aan de bibliotheek. En die loopt eigenlijk tot eind van dit jaar. En we hebben gezegd, nou, we gaan toch nog een paar maanden door, tot 1 april. Ja. Om in ieder geval deze start te maken. En we denken dat we een goede aanpak in de vingers hebben. We willen daarna ook gewoon doorgaan, want die laaggeletterdheid is na 6-7 maanden natuurlijk niet weg in Doesburg. Carolijn Jansen. Dat klopt. Jij bent een van de vrijwilligers. Dat klopt. Hoezo heb jij je aangemeld? Waarvoor? Ik zag advertenties staan in de krant. Ik ben alweer ruim een jaar werkloos. En ik wil graag wat om handen hebben. En ik zag die advertentie en ik heb een enorme passie voor Nederlandse taal. Dus het leek me erg leuk om daar iets mee te doen. En dat, dan zou je maatje moeten gaan worden. Wat sta je daar precies onder? Wat houdt het in? Dat is een van de opties inderdaad. Daar heb ik mij voor opgegeven. Taalmaatje houdt in dat je iemand, zeg maar één op één mensen gaat begeleiden. Mensen die om wat voor reden dan ook een taalachterstand hebben. Nou is nog niet bekend wie jij gaat begeleiden, dus afvragen of dat klikt, ja of nee? Ja, dat is de vraag inderdaad. Sterker nog, er zijn intussen twee koppels gevormd. Maar het hele wervingsproces is nog in volle gang. Dus we hebben al 14 vrijwilligers, maar eigenlijk nog geen mensen die zich hebben opgegeven. Dus dat wacht ik eerst even af. En voor wat betreft de klik ben ik niet zo bang. Goedemorgen allemaal. Welkom op de linie. De linie 4. Welkom bij de taalwerkplaats. Daar ga ik straks van alles over vertellen. Vandaag is de aftrap van de taalwerkplaats. De feitelijke basis van de taalwerkplaats wordt gevormd door een aanpak laaggeletterdheid. Dus 4 jaar lang is er een aanpak laaggeletterdheid op landelijk niveau geweest. Er hebben heel veel gemeenten meegedaan. De ervaringen daaruit die hebben geleid tot een nieuw aanvalsplan, laaggeletterdheid, aanpak laaggeletterdheid. En daar is geconstateerd dat het werken met maatjes, met name taalmaatjes, dat eigenlijk een essentiële sleutel is tot successen, tot goede resultaten. Dames en heren, ik mag burgemeester zijn van deze bruisende stad. Frans heeft net al aangegeven dat er in dit project van alles opborrelt en dat hoort bij bruisen. Met bruisen doet Doesburg dankzij al die mensen die zich willen inzetten voor goede dingen in deze stad. Dat zijn vrijwilligers, ook nu weer, 17 in een hele korte tijd, die beschikbaar zijn om met mensen iets te ondernemen, mensen uit Doesburg. Ik vind het heel mooi dat er gekozen is voor het Maatjesproject. Maatjes, dat is een mooi woord waardoor we allemaal begrijpen waar het over gaat, dat is een soort vriend of vriendin die naast je staat en die samen met jou die stappen in die samenleving doet en die opdracht die je voor jezelf gemaakt hebt, want dat is wel cruciaal, in wil gaan. Dat is een hele mooie vorm en ook volgens mij de meest effectieve vorm. Wij komen uit een tijd waarin allerlei hulpverleners ingesteld werden en gesubsidieerd.
Hè? Mensen die professioneel, ook zo'n mooi woord, professioneel in de slag gingen met mensen. Maar ik voorspel u dat we steeds meer uitkomen, en dat is niet een geldkwestie, maar dat is een samenlevingsvraag, dat we steeds meer uitkomen op mensen die mensen helpen. Dan wens ik jullie allemaal heel veel succes. Heel veel succes voor de mensen waar je het mee gaat doen, maar ook voor jezelf, dat je daar heel veel tevredenheid aan ontleent. En heel veel succes voor Doesburg. Dank jullie wel. Ja.